Want er zaten ook nog heel veel andere dingen bij die er echt heel erg lekker uitzagen. Ja. Dit is hem dan, de nieuwe Beuningse lekkernij. Burgemeester Daphne Bergman heeft hem vrijdag officieel gepresenteerd. Vorig jaar werd voor het 40-jarig jubileum van de gemeente een quiz gehouden. En een onderdeel van die quiz was het bedenken van het gebakje. Annemarie Rijkers heeft met haar team dit onderdeel gewonnen. En dat had ze niet verwacht. Ik zag allerlei andere gebakjes, want er was van tevoren een foto gemaakt van wat er allemaal was. En toen dacht ik van, nou, ik weet niet of we zoveel kans maken. Want er zaten ook nog heel veel andere dingen bij die er echt heel erg lekker uitzagen. Dit was het winnende gebakje. Waar we vooral naar gekeken hebben was dat het eetbaar was natuurlijk. Een aantal dingen die we moesten proeven waren echt niet eetbaar. Je kon zien dat ze daar heel veel aandacht aan besteed hadden, dat ze er heel veel tijd in gestoken hadden. En het was een gebakje wat we konden doorontwikkelen en dat was voor ons heel belangrijk. Het doorontwikkelen werd door jurylid Ramona de Bruin gedaan, die ook haar eigen taartenbedrijf heeft. Hierdoor kan de gemeente het gebakje nu op allerlei gelegenheden serveren. Maar dat was nog niet zo makkelijk. Dat was nog wel een hele klus, want het winnende team had echt een heel leuk recept, maar ik denk wel 25 ingrediënten. En dat is gewoon niet haalbaar als je daar professioneel iets mee wil doen, want dan heb je zoveel nodig. Dus ik ben gaan kijken van wat kan ik weglaten, wat kan ik vervangen. Gaan proberen, weggooien, weer proberen, weer verbeteren, aanpassen. En zo is uiteindelijk dit eruit gekomen. De basis is een brownie. Daar zitten, het is een combinatie van chocola, peer, walnoot en geconfijte sinaasappelschil. En dat laatste geeft hem echt een speciale touch, zal ik maar zeggen. Die sinaasappelschil lag ook als versiering op het gebakje. In de vorm van het kunstwerk De Cirkel, ook wel bekend als het klavertje. Die is nu vervangen door een digitaal ontwerp van snoeppapier. De naam van het Beuningskeitje verwijst naar de steenfabriek. En de kleur van de brownie verwijst naar de kleibodem van de gemeente. Het nieuwe lokale lekkernij valt bij alle partijen goed in de smaak. Lekker hoor. Ja, absoluut. Zeer tevreden. Ja, ook samenwerking met de gemeente is hartstikke goed gegaan. En ik vind het leuk dat het winnende team erbij betrokken is, zodat zij ook weten wat er met hun product is geworden, zeg maar. Dus ja, volgens mij helemaal prima. Ja, want ik vind dat Ramona er heel goed in geslaagd is om een super smeuïg gebakje te maken. En het moet van binnen smeuïg zijn en dan van buiten lekker krokant. En dat is die helemaal. Ramona hoeft zich niet te vervelen, want de gemeente heeft al 150 keitjes bij haar besteld.